NDP-kandidaat William Waidu laat zich niet uit het veld slaan door de negatieve uitspraken van partijgenoot Rachid Doukki. De parlementariër zegt dat hij ondanks de aanval nog heel gemotiveerd is om op te komen voor zijn district Nikeri. Doukki heeft de vloer aangeveegd met Waidu nadat die een open brief heeft geschreven naar de duizenden Nigerianen die in 2015 op hem hebben gestemd. Waidu was toen nog lid van de Percaya Luhur. Hij vraagt in dit schrijven om begrip voor zijn overstap naar de NDP, omdat hij het volk niet voldoende had geïnformeerd over zijn keus. Met de brief wil hij duidelijkheid brengen in de geruchten die de ronde doen. Doukki benadrukt dat dit schrijven zeer misleidend is. Waidu neemt de uitspraken van zijn partijgenoten echter niet serieus. Je hebt mensen in de politiek die zichzelf wil geruststellen met allerlei soorten analyse. Dezezelfde goede man heeft ook analyses gemaakt dat ik niet 1000 zou halen, toch? Dezezelfde man had toch ook geanalyseerd dat ik op de vuilnishoop zou belanden. Hoe serieus moet ik deze gast nog nemen? Ik blijf het zeggen, als politici onderling waren we artsvijanden. Let wel, als politici. Maar als mens geef ik hem die waardering wat hij verdient. Maar om terug te komen op zijn analyses, door zijn analyses, met zijn analyses, is hij toch op de lijst van de NDP. Waar staat hij nu? Dus hoe serieus moet ik zo iemands analyses nemen? Voor mij geldt 3038 heeft op Waidu William gestemd. Of mensen het leuk vinden of niet, de jongste of de nieuwste parlementariër of kandidaat in 2016, dat zoveel stemmen heeft behaald in Nikeri. Zelf meer dan hem, en dat doet pijn. Hij zegt hij is 3 termijnen gekozen, maar Waidu William heeft meer stemmen dan hem. En dat zijn de feiten. Ik wil naar analyses, ik wil naar feiten. Waidu benadrukt dat hij helemaal geen spijt heeft van de overstap naar de NDP. Hij hoopt dat de mensen hem nu beter zullen begrijpen, waardoor hij innerlijke rust zal hebben. Mijn oversteek, dat is niet het probleem. Met trots heb ik het gedaan. Het gaat om de verklaring die ik heb gegeven, waarbij een groot onbegrip is ontstaan bij de achterban. Dat moet wel duidelijk gesteld worden. Niet mijn oversteek achteraf bekeken. De verklaring van mijn oversteek achteraf bekeken is niet goed genoeg gedaan, waardoor er onbegrip is ontstaan in Nigeria. En in mijn brief heb ik ook gezegd, ik vraag niet naar stemmen. Maar dat hoor je ook, ik zoek niet naar stemmen. Ik heb 5 jaren mogen dienen als parlementariër, 5 jaren mogen dienen als stem van de mensen die geen stem hadden. En daarom doe ik ook een beroep op de samenleving. Stembewust. Maar het allerbelangrijkste wat ik heb bereikt met deze brief is die innerlijke rust bij mij. De rust bij mijn gezin, de rust bij mijn familie, de rust bij mijn vrienden. Omdat duidelijker, en ik verwachtte ook dat mensen me zou bellen om te interviewen. En met deze verklaringen verwacht ik 1 ding alleen. Dat ik innerlijke rust zal hebben en meer nog dat de mensen die op me hebben gestemd, natuurlijk niet iedereen. Want je hebt ook die partijloyalist en je hebt ook degene die op Waidu, die in Waidu gelooft. Ik met deze brief heb ik bereikt dat die mensen nu wel dat begrip kunnen opbrengen. William Waidu, DNA-kandidaat van de NDP in Nikeri. Hij ligt niet wakker van de aanval van zijn partijgenoot Rachid Doukki.